En vandaag gaan we het eens hebben over pizza's. En wat zijn de slechtste en beste pizza's? En daarover wil ik het hebben met Nathalie, de kok. Hey, hallo. Nathalie, met jou heb ik het altijd over eten. Ja. Ja, dat is oké. Dat is leuk. Voilà. Vandaag over pizza's. Eerst en vooral, ja, pizza's, zijn ze gezond? Ik denk dat de algemene consensus, of dat mensen denken, nee, pizza is sowieso ongezond. Is het sowieso ongezond? De meeste kant-en-klare pizza's die je gaat kopen, en die bevatten vaak te veel vet, te veel zout, te veel verzadigd vet en ook wel relatief veel calorieën per portie. Maar in C is pizza niet noodzakelijk ongezond. Dat hangt een beetje af van de ingrediënten die erop liggen en van de portie dat je dat eigenlijk consumeert. Vaak zien we dat pizza's die een beetje simpeler zijn, met gewoon gegrilde groentjes of een margarita, dat die eigenlijk beter scoren dan de pizza's met heel veel kaas. Die zijn veel vetter, veel zouter. Dus ga je voor zo'n basispizza, dan heb je een beter Nutri-score, heb je wat meer groenten. En dat vertaalt zich eigenlijk in een betere algemene gezondheidsscore eigenlijk. Ja, jullie zijn gaan testen. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Gezond is één ding, maar ik denk dat mensen pizza ook vaak zien als iets waar je dik van wordt. Hè? Een dikmaker. Is dat dan ook niet per se zo? Zoals je zegt, de meeste pizza's hebben te veel zout, te veel vet, zijn vaak ook ultra bewerkt, waardoor ze inderdaad niet zo gezond zijn. En als je deze relatief vaak gaat consumeren, dan kan je er inderdaad op termijnen wel gaan aankomen, want ja, ze zijn nu eenmaal relatief groot, een grote maaltijd, relatief veel calorieën. En uiteindelijk, als je meer consumeert dan je verbruikt, dan ga je uiteindelijk op termijn aankomen. Dus inderdaad, ethische pizza's best niet te vaak. Maar nee, het is niet per se ongezond. Het hangt ervan af welke pizza dat je kiest en ook in welke portie dat je dat eet. En gewoon, als je niet te vaak consumeert, is dat... Met mate. Ja, is het oké. Als je kijkt naar een gemiddelde pizza, dan is dat zo'n 800 calorieën. En zo'n 12 gram verzadigd vet, dat is eigenlijk voor zowel mannen als vrouwen al relatief veel voor een warme maaltijd. Voor een vrouw, gemiddeld ongeveer, is dat eigenlijk al, kom je daarmee al aan de helft van de hoeveelheid verzadigd vet en zout dat je mag consumeren en overschrijd je eigenlijk de ideale hoeveelheid energie voor een warme maaltijd. Ja. Bij een man valt dat wel net binnen de perken, omdat je iets meer energie verbruikt. Maar opnieuw, je combineert dat dan toch best met de rest van de dag wat gezondere maaltijden. Ja. Niet 's middags frietjes en 's avonds een pizza. Ja. Voilà. Ik ben mee. Hoe moeten we nu de beste keuze maken in de supermarkt? Ik heb zin in een pizza en ik wandel binnen. Wat zijn dan de beste dingen die ik kan doen? Ja, we hebben een analyse gedaan van een 116-tal pizza's op de markt. En wij kijken daarbij eigenlijk naar de Nutri-score, naar de voedingswaarden per portie, de portiegrootte in het algemeen, de aanwezige additieven, hoeveelheid en het aantal daarvan, de bewerkingsgraad en dan eigenlijk ook nog hoeveel groenten en eigenlijk het evenwicht der nutriënten, eigenlijk, door die energie en dingen en die er eigenlijk raken. En dan hebben we eigenlijk gezien dat vooral de pizza's met veel groenten en de eenvoudigere pizza's, dat die eigenlijk een betere score behalen, omdat die meer groenten bevatten en minder vet, minder zout en een betere Nutri-score. En dan zien wij dat de pizza's met veel kazen, dus zo de typische quattro formantjes, de minst goede keuzes zijn, want die vatten heel veel vet, heel veel zout. Dus die laat je beter links liggen. Ja, en als je dan eigenlijk in detail wil gaan kijken, dan kan je naar onze vergelijker op de website gaan kijken, waar je per pizza eigenlijk de resultaten en de score kan terugvinden. Dus hoe maken we dan de gezondste keuze? Ja, dus waar begin je mee met de keuze van de pizza? Ik ga voor zo'n pizza met meer groenten. Dus de toppings zijn belangrijk. Inderdaad, ik kies daarvoor een eenvoudigere pizza. Laat de pizza's met veel kaas of met hesp of salami links liggen. Kies voor een kleinere portie. Kies voor, als je in de winkel bent, is een diepvriespizza vaak een iets eenvoudigere keuze, omdat je dan een kleinere portie hebt en vaak is die ook minder ultra bewerkt. Deel de pizza's met jouw familie. Ben je met vier, koop dan eens gewoon drie pizza's in plaats van vier. Indien mogelijk vind je een volkoren exemplaar, ga voor dan pizza met een volkoren bodem. En ook als laatste, je kan ook zelf aan de slag gaan en je kan zelf gewoon gezondere pizza maken met een volkoren bodem, met veel groentjes. En je kan ook altijd je pizza complementeren nog met een salade of een soep voor een extra portie groente. Altijd een winner bij de kinderen, hè? Zelf pizza maken. Voilà, inderdaad. Het is leuk om samen te doen en het is dan inderdaad ook een heel beetje gezond. Dus in C zijn inderdaad de ingrediënten van een pizza niet per se zo verschrikkelijk. Het is inderdaad over zout, vet, en ook inderdaad de portie dat je kiest. Dus ga je zelf in maken, ga dan voor een volkoren bodem. Leg er voldoende groenten op, niet te veel kaas. En dan deel die pizza met je gezin. Dat is een mooie boodschap, Nathalie. Ja. Samen
pizza eten. Je eet daar ook altijd een beetje te veel van. Ja, wel. Dan inderdaad, als je dat inderdaad pak, is dat iets dat je gemakkelijk te veel van eet. Dus ben een beetje bewust van als je dat opeet. Dat is inderdaad ook nog een goede tip. Oké, merci. Ja, tot de volgende keer.